Het is juist zijn uitdaging om inactieve mensen in beweging te krijgen. Hij gaat uitleggen hoe. Beweging, zegt God, wat doet u nou eigenlijk? Ik nodig de mensen uit om in beweging te komen. En jullie ook. Ik heb jou net zien stralen op het podium, hè? Maar zij ging al die zaal kreeg jij natuurlijk meteen in beweging. Ja, ja. En nou heb ik begrepen dat je heel veel mensen in beweging krijgt. Zeker. En dat je dat op jouw hele eigen manier doet, volgens mij. Ja. Wat is jouw kracht? Of je geheim? Nou, het is niet meer geheim natuurlijk, maar hoe doe je dat? Ja, mijn kracht is eigenlijk dat ik echt een relatie opbouw met de bewoners. Eerst gewoon heel vaak koffie drinken en achter informatie komen wat ze vroeger allemaal gedaan hebben. Ja. Voor hobby, werk. En vanuit daar ga ik kijken van wat vinden ze nou leuk. Ja, en hoe heb je dat ooit bedacht dat je dat ging doen? Nou, ik ging dingen proberen. Ik ging eerst gewoon standaard met gewichten naar de afdeling. Maar dan zeggen ze van ja, ik ben 80, ik heb heel mijn leven al bewogen, heb ik geen zin in. En op een gegeven moment dacht ik van ja, we gaan meer op speelse wijze gaan we de mensen in beweging krijgen. Laagdrempelig is dat ook. En op een gegeven moment ging ik echt op die interesse zitten. En daar, vanuit daar bewegen. Dan komen er helemaal leuke dingen. Ja. Ja. Op te pakken. En wat je ook gewoon ziet, dat iedereen dat creatieve brein aankrijgt met oh, laat ik ook eens kijken wat ik hier heb en als ik tijd over heb, wat ik al ga doen. Nou, als mensen dat zien en er is plezier, dan willen anderen ook meedoen. Hè? Weet je, lachen is gewoon heel belangrijk. Plezier hebben. Ja. Zorg dat ze plezier hebben. Niet te moeilijk nadenken. Gewoon gaan doen ook. Precies, Vooral doen. En dan zie je vanzelf wat werkt en wat niet werkt. En dan, Nou oké, ik ga je volgen. Ja, top. Dankjewel. Leuk.